Bedrijven in de horecasector met een buitenterras hebben zich niet gehouden aan de voorgeschreven regels. En dit zei Rowan Noregio, coördinator van de cluster COVID-19-team vanmiddag tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie. Noregio zegt dat het doel van het clustermanagementteam, waarin verschillende ministeries vertegenwoordigd zijn, is om te controleren als bedrijven zich houden aan de voorgeschreven COVID-19-protocollen en afspraken. Tot mijn spijt kan ik wel zeggen dat de meeste bedrijven, ondernemingen die een outdoor terras hebben, zich toch niet hebben gehouden aan de voorgeschreven protocollen. Een heel mooi voorbeeld is de seatingsplan. Aangegeven is dat er maximaal 4 personen aan tafel mag zitten. En we zien dat men toch geen gehoor aan gegeven dat er toch tientallen personen zelf aan tafel zitten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. En ook zaken zoals bezoekerslijsten hebben we ook niet aangetroffen. Markeringen hebben we ook niet aangetroffen. En dan bij gevallen waar er een directe gevaar aanwezig is op het gebied van veiligheid en gezondheid, zijn we dan genoodzaakt als cluster om dan de activiteiten stop te gaan zetten bij onze onderneming. Het clustermanagementteam heeft recentelijk 2 horecaondernemingen moeten sluiten omdat ze zich niet aan de voorgeschreven protocollen hebben gehouden, zegt Noregio. Omdat, als we kijken naar factoren zoals hygiëne, keukenactiviteiten, dat men zich niet hebben gehouden aan de voorschriften. Dan zijn we dan genoodzaakt om dan over te gaan tot sluiting, omdat je dan eigenlijk het volksgezondheid bij deze in gevaar brengt. En een van de, wat eigenlijk niet mag, is indoor dining. En toch hebben we restaurants gezien die zich gepoogd hadden om indoor dining te gaan hebben en dat ze dan zo publiekelijk zaken bekend maken op social media. We zijn open, komt u maar. Toch van dat, en wat men zich misschien dan vergist is dat wij van de cluster geen grappen maken als we zien dat men in overtreding zijn. En de afgelopen 3 dagen zijn we letterlijk dag en nacht op het veld om horeca in, horeca uit, ook casino's en ook de supermarkt. Daar zijn we ook onze inspecties gaan opvoeren. Tot zover Rowan Noregio, coördinator van het clustermanagementteam. Hij sprak vanmiddag tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie. De 2 horecaondernemingen zijn aangesproken en hebben de kans gekregen alsnog de protocollen toe te passen.